In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag hou ik het licht met jullie. Letterlijk en figuurlijk, want de vers gaat over licht. En de vers gaat eigenlijk over jouw licht. Over hoe jij bijzonder bent. Over hoe jij een mooi mens bent. Over hoe jij het verschil kan maken. En deze vers komt uit het Oude Testament. Dat zou je misschien niet meteen denken, dat zou je niet meteen zeggen, want in het Nieuwe Testament staat ook van alles over hoe wij bijzonder zijn, hoe wij het licht ter wereld zijn en het zout ter aarde, zoals we elke dag in de Ekbeja lezen. Maar daarom is het des te bijzonderder dat deze vers ook in het Oude Testament staat. En deze vers staat heel specifiek in Jesaja, een van de grote profeten, hoofdstuk 60, vers 1. En de vers luidt: sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Eigenlijk kan je deze vers ook een beetje vertalen naar wat makkelijker Nederlands. En dan staat er: sta op en sprankel. Sta op en schijn. Sta op, neem je verantwoordelijkheid en wees wie God jou heeft gemaakt om te zijn. Dat zien we niet elke dag. Dat zien we niet altijd van onszelf. Hè? Vaak zijn we toch een beetje gevangen door onze eigen onzekerheden. Hebben we allemaal ideeën over wie we zijn, wie we zouden moeten zijn. Wie we van onze ouders moeten zijn. Wie we van onze juf moeten zijn op school. Wie we moeten zijn van onszelf. Omdat we denken dat we hele bepaalde specifieke dingen in ons leven moeten doen. Om het waard te zijn. Om de moeite waard te zijn. En eigenlijk heeft God het helemaal niet daarover in de Bijbel. Hij zegt: jij bent goed, jij bent waardevol zoals je bent. Dus je bent mooi zoals je bent. En ik vind het mooi dat je de moeite doet. En ik vind het prachtig dat je hard werkt. Maar zoals je bent, ben je voor mij al de moeite waard. Ben je voor mij al het licht der wereld. Jij bent omdat ik je gekozen heb, omdat ik van je hou, heb ik je gezegd dat jij het licht van de wereld mag zijn. Dus jij bent licht, sprankel daarmee. Dat licht wat jij hebt gekregen van mij, de heerlijkheid van de Heer, die over je is uitgeroepen, wat er ook in de vers staat, hou dat niet gevangen, hou dat niet verstopt. En dat kan je op verschillende manieren doen. Ik kan mijn verantwoordelijkheid daarvoor nemen als christen. Dus niet alleen als mens, maar vooral als christen. God heeft mij zoveel liefde gegeven en zoveel waardering, dat ik deze ook aan de mensen om me heen zou moeten laten zien. Dat ik de mensen om mij heen het gevoel moet geven dat zij ook waardevol zijn voor mij. En niet alleen het gevoel moeten geven, maar ook dat ik geloof dat deze mensen er zijn om een reden. Want God heeft dit gezegd tegen de hele mensheid. Tegen alle mensen die uitverkoren zijn, alle mensen die ervoor hebben gekozen om bij hem te zijn, om dicht bij hem te blijven. Iedereen is waardevol, maar ik ook. En ik kan die verantwoordelijkheid nemen door de liefde van God door te geven. En iedereen daarmee te zegenen. En iedereen daarmee blij te maken. Want niet iedereen kent God op de manier waarop wij hem kennen. En daarom gunnen wij iedereen dat ze God op die manier leren kennen. Daarom gunnen wij mensen dat Gods liefde ook over hun kan schijnen. En dat zij ook mogen sprankelen. En ook al voel ik me dan niet zelf zo sprankelend, met Gods heerlijkheid ben ik meer dan genoeg. Heb ik niet meer nodig. Hoef ik die hele eisenlijst die ik aan mezelf heb gesteld, of die iemand anders aan mij heeft gesteld, doet er dan even niet toe. Puur omdat ik zijn kind ben. Ik kan ook ervoor de verantwoordelijkheid nemen. Dus hè, we hebben net gezegd als christen, maar ook als mens. Dus dat betekent niet dat ik inderdaad, het is genoeg. Gods heerlijkheid is genoeg, ik hoef nooit meer wat te doen. Nee, je mag hard werken en je mag dingen doen die jou als beter mens maken en laten groeien. Alleen je moet niet vergeten waar de zegen vandaan komt. Je moet niet vergeten dat zonder God dat jij ook die dingen niet had kunnen bereiken. Dus stel je voor dat jij allemaal ideeën hebt voor je carrière. Dat is prachtig, dat is mooi, dat is goed. Maar je komt nergens als God niet wil dat jij daar komt. Als God niet heeft bedoeld dat jij daar komt. Dus als mens moet ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen om hard te werken. En mijn best te doen. En soms is mijn best niet genoeg. En soms is het harde werken niet genoeg. En lukt het niet om mijn aardse dromen te verwezenlijken. En dan kan het zijn dat ik in een soort van gat val. En denk dat ik niks meer waard ben. Omdat ik bijvoorbeeld niet de slimste mens van de wereld ben geworden. Of de rijkste mens van de wereld ben geworden. Terwijl ik dat heel graag had gewild zelf. Maar dat was niet Gods wil voor mij. Betekent dat dan dat ik niet meer kan sprankelen? Kan mijn licht kan doorgeven? Nee, dat betekent het dus niet. Want je bent waardevol, ook al ben je al die aardse doelen
zijn die niet gelukt. Maar dat betekent niet dat ik erbij moet blijven zitten. Want als God het wel wil, dan zal je succesvol zijn. En dan zal je die persoon zijn die bedoeld is om de wereld net op die manier een klein stukje beter te maken. Je bent bijzonder, je bent mooi, je bent waardevol. Jij bent iemand die het licht heeft gekregen van God om door te geven. Als glitters, als zegeningen, als mannen uit de hemel ben jij op de aarde gezet om te schijnen voor iedereen. Denk daarover na. Denk daarover na. Wees je ervan bewust dat het ook een verantwoordelijkheid is. En dat het een verantwoordelijkheid is die de Heere Jezus ons een paar keer heeft gegeven in het Nieuwe Testament. Maar dus ook in het Oude Testament. Dus zijn wil voor ons is duidelijk. Zijn wil voor ons is dat we mensen zijn die zeker zijn van onszelf. Die weten wat we te bieden hebben. Omdat God bij ons is. Omdat God achter ons staat. Omdat God dat heeft bedoeld op die manier. De Heere Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De Heere Jezus is ook het licht der wereld. Staat heel vaak in de Bijbel, maar omdat hij het licht van de wereld is, mogen wij zijn licht weerkaatsen. Mogen wij als kleine kaarsjes zijn licht doorgeven. Als ik een kaars heb die aan is en een kaars heb die uit is en ik steek de volgende kaars aan, dan wordt het ene vlammetje niet minder, maar ik heb wel een tweede vlammetje aangestoken. En dat is wat wij op deze wereld horen te doen. Wij horen Gods liefde van de bron, van het vuur, dit delen met iedereen, zodat het meer wordt in de wereld. We hebben kaarslicht, we hebben licht. We zorgen ervoor dat iedereen om ons heen daardoor ook verlicht wordt en zich net iets beter voelt dan voordat hij met jou in aanraking is gekomen. Dat is onze taak op deze wereld. Dus wees vervuld met de vrede, met de vreugde, met de gerechtigheid van de Heere Jezus. Wees je ervan bewust dat jij een lichtbronnetje bent op de aarde. En dat dat een mooie taak is die we hebben gekregen. Een mooie verantwoordelijkheid. En geniet er vooral ook van terwijl je dat kan doen. Want hoe meer je geeft, hoe meer je mag ontvangen. En de Heere Jezus heeft dat ons allemaal gegeven. Ik hoop jullie weer te zien bij een volgende aflevering van Het Woord van het Leven. En tot dan!